Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, ik vertel jullie iedere keer weer. En ook vandaag vertel ik jullie dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet meedoen aan het Youth Innovative Entrepreneurship Program Suriname? Nou, dat kan. En vandaag is je Felly Plet van Vancel, Stichting Vancel hier. En ze gaat ons daar alles over vertellen. What made is a little Q-Time. Hi Shefali. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het prima met jou. Ik doe mijn best. Ik laat het werken. Oké, geweldig. En jij bent ook bezig te werken. Ja, klopt. Je maakt deel uit van Stichting Vancel en jullie hebben weer jullie JIPS-programma uitgezet voor dit jaar. Ja, klopt. Stichting Vancel zal dus voor de 5e keer het Youth Innovative Entrepreneurship Program Suriname, afgekort JIPS, uitvoeren. Mm-hmm. Voor de mensen die niet weten wie Stichting Vancel is en wat JIPS precies inhoudt, misschien kan je ons even het kort vertellen voordat we dieper erop ingaan. Ja, prima. Mm-hmm. Stichting Vancel is dus een NGO, organisatie die sociale projecten uitvoert voor de doelgroepen, dus jongeren en vrouwen. We streven dus naar om deze doelgroepen zelf verdedigzaam te maken, zodat ze zelfstandig zijn en hun eigen ding kunnen doen. En we hebben dus verschillende projecten uitgevoerd, waaronder Academy for Women Entrepreneurs, dat is dus afgekort AWE, ook een programma van de Amerikaanse ambassade, en daarnaast ook Youth Innovative Entrepreneurship Program Suriname. Stichting Vancel is opgericht op 6 oktober 2009. We zijn dus al een tijdje bezig. Ja. Ja, en ja, we gaan dus van start met de 5e editie van JIPS. Oké, de 5e editie van JIPS. En nu gaan we het hebben over JIPS. We hebben het al gezegd, het is Youth Innovative Entrepreneurship Program Suriname. Maar wat houdt het precies in? Hoe kan ik meedoen? Hoe mag ik erbij horen? Oké, JIPS is dus een ondernemerschapsproject of programma voor jongeren die ondernemen. Een van de voorwaarden voor de 5e editie is dat de jongeren ruim 2 jaar moeten ondernemen. En dit programma is dus bestemd voor jongeren tussen 18 en 35 jaar in de districten Paramaribo, Komowene en Wanica. Het project bestaat dus uit verschillende aspecten, trainingen, mentoring, een business pitch competitie en ja, een 11e keer. Dus nadat de pitch heeft plaatsgevonden, is er dan nog begeleiding om eigenlijk de doelstellingen van de onderneming te realiseren. Oh, that sounds really nice. Je zegt, als je wil meedoen, moet je al 2 jaar ondernemen. Dat is de enige voorwaarde. Ik moet een business hebben. Ja. En wat voor business mag ik precies hebben? Want stel ik, laat me snel nadenken, ik pluk de lemmetjes van mijn oma's boom en ik verdeel ze in de straat. Het is een business en al 2 jaar neem ik ongevraagde lemmetjes, maar ze laat me. Mag ik meedoen? We gaan sowieso kijken naar de potentie van de onderneming. Voldoet het? Is er potentie om dat verder uit te breiden? Een van de mooie dingen van dit project is dat we ook, gezien Shell de hoofdfinancierder is. Ja, ja, jullie hebben een grote sponsor. We hebben een grote sponsor, ja. Mm-hmm. Willen we dus ook de jongeren bewust maken van de oil en gas ontwikkelingen die komen. Dus we gaan dus ook een sessie hebben over oil en gas. En vooral de jongeren daar bewust van maken hoe ze daarop kunnen inspelen. Dus we gaan vooral ook kijken naar de potentie die de ondernemingen hebben. Vooral als het zeg maar in die richting kan gaan. Maar ook verschillende industrieën zijn welkom. Het is belangrijk om te weten dat men zich kan registreren en alle informatie staat dus op de Facebookpagina van Stichting Vancel. Dat is de Stichting Vancel Nieuw. Na de registratie zullen wij dus een selectie maken en degenen die zijn geselecteerd worden gecontact uitgenodigd voor de kick-off op 12 september. Oké, het lijkt erop alsof jullie alles al in kannen en kruiken hebben. Ja. Dus nu moeten de mensen zich nog opgeven, want het is eigenlijk een hele mooie opportunity als je denkt aan de toekomst en hoe je erop kan inspelen. Maar je zegt, je moet je registreren. Vanaf wanneer kan ik me registreren? De registratie is nu al open. Mm-hmm. En een belangrijk ding dat ik ook wil aangeven is dat deelname hieraan kosteloos is. Als belangrijk, we nog een keer. Zeg het aan die mensen. Ja, dus als we praten in termen van finances, geld, dan is het kosteloos. Je gaat wel investeren, maar de investering zit dan in je tijd. Die commitment en die motivatie. Dat is dus wat je zeker moet meenemen om
dit alles te doorlopen om eigenlijk af te ronden waarmee we gaan starten. Mm. Maar als we praten in termen van finances, dan heeft Shell dat alles gecoverd. Well, thank Shell for that. Nee, Shevelle, dat is super spannend. En is er een leeftijdscategorie? Volgens mij heb ik het gemist in het begin. Want stel als ik nou net 2 dagen 36 ben, of nog 2 dagen voor ik 18 ben. Mm. En dan is het na 7 september. Hoe zit het dan? Kijk, wat dat betreft, dan doen we niet zo moeilijk. Mm. Shelly heeft wel gevraagd dat we werken met mensen tussen de leeftijd 18 en 35 jaar. Maar als stichting van Cel willen we zoveel als mogelijk mensen de kans geven, de gelegenheid geven. En dat hangt dus ook van je motivatie af. Dus je gaat in de registratie ook moeten motiveren waarom je wilt deelnemen aan het project. Ja. Yeah. Cool. Meer dan dat kunnen we niet van je vragen, toch? Precies. En wanneer ik dan zo meedoe, at some point, if my motivation of inzet is lacking, then y'all kick me out of the program? No, we don't do that. Oké, okay, cool. Daarom is er dus ook een, zeg maar, mentoring, een coaching aspect verbonden aan dit project. Ik zei het al, het bestaat uit trainingen, coaching en een business pitch competitie. Wel, het trainingstraject bestaat uit ongeveer 10 sessies, waarbij de deelnemers dus kennis en vaardigheden zullen opdoen in basis ondernemerschap, business, finance, hoe je moet pitchen en alles daaromheen. En ten aanzien van de mentoring, dan krijgen ze dus ook zo'n mentor toegewezen, die ze gedurende het traject zal begeleiden en zeker gaat motiveren. Daarnaast hebben we dus ook motivatiesessies van ervaren ondernemers. Het zijn mensen die eerder hebben deelgenomen aan JIPS, dus de alumni van de vorige cohort. En ook gewoon ervaren ondernemers die bekend zijn in de gemeenschap en het zeker ver hebben geschopt. En natuurlijk bereid zijn hun kennis te delen. En daarnaast de business pitch competitie. Dus ja, we doen er echt alles aan om te eindigen met degene met wie we zijn gestart. Very nice. No one gets left behind. No. Nee. Ik vind het een prachtig plan. En ik hoop dat zoveel mensen aanmelden. En may the best pitchers of course win. Ja. Yeah. En dat we over een paar jaar kunnen zien dat jullie programma, dat de JIPS gewoon echte ondernemers heeft, wat is het juist om te zeggen, aangesterkt. Ja. Dat ze klaar waren om gewoon direct deel te nemen toen de oil and gas really begon te rollen. Ja, precies. Dat is zeker waar we naartoe streven. Ja. Period. Iets dat ik kan zeggen. That's it. That's okay. Nee. Ik denk dat je alles hebt verteld. Mm-hmm. En het is een prachtig initiatief. Dus ik wil Stichting van Zelfas bedanken dat jullie je inzetten om zo meer potentiële ondernemers te ontdekken en die de juiste begeleiding en support te geven om ze beter te maken waarin ze nog niet zo sterk zijn, zodat ze gewoon ook met een gerust hart, genoeg zelfvertrouwen gewoon de markt gaan veroveren. Ja, precies. Dat is zeker het doel. Ja. Punt. Want dat is het doel. Meer. Nou, gaan we er niet over zeggen. Dat is het doel. Ja. Nee, helemaal prima. Shevelle, ik wil je bedanken voor het komen. En heel veel succes wensen met deze editie, de 5e editie van de JIPS. Thank you, Jelena. Ik wil toch ook even aanvullen dat als men vragen heeft, dat men altijd contact met ons kan opnemen via Facebook of op het nummer 8612-409. En we zijn dus ook gevestigd aan de Kamper Foeliestraat, nummer 23. Dat is op Zardag en Oop. Oké, okay. Yes. Duidelijk. Nog iets? That's it. Seriously? That's it. Oké, okay, nee. Nogmaals bedankt voor het komen. En succes. Dankjewel, Jelena. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Shevelle Plet bij ons in de studio. En zij is lid van Stichting van Cel. En Stichting van Cel doet voor de 5e keer de JIPS-editie. En dat is een Youth Innovative Entrepreneurship Program Suriname. En dat is een heel prachtig programma. En elke ondernemer die nu kijkt, die tussen de 18 en 35 jaar is en al 2 jaar lang een kleine business of grote business doet en denkt van, hey, ik wil hier aan deelnemen, dat is dit precies voor jou. Je kan naar een Facebookpagina gaan, het heet Stichting van Cel Nieuw en daar staat alle informatie. Het is te veel om te zeggen, maar als ik je een tipje van de sluier zou mogen geven, ga je daar gecoacht, getraind, gementord worden en aan het einde van de rit mag je ook nog een business pitch geven. Er is genoeg support.
Niemand wordt achtergelaten. We worden er allemaal beter van. Dus ik wil zeggen, ga je gewoon snel opgeven. Niet iedereen kan meedoen, dus doe je pitch gewoon goed voor je gaat registreren daar zo. Because only the best will get through and get into the program. Dus het is geheel aan jou. Maar doe gewoon mee, want het belangrijkste is dat hier in jou wordt geïnvesteerd. En je enige betaling, het enige wat je moet doen, is je inzetten. En je focussen op de greater goal die jij hebt. Everything else is free. Stichting van Cell Gotjes hebben een grote sponsor. So everything will be fixed. Het enige wat jij moet doen is je opgeven. Je goed pitchen. En gewoon hopen dat jij gekozen wordt. En wie weet, ben jij de volgende big thing of the markt. Dus gewoon doen. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.